Dus die lol is er zeker, dat weet ik gewoon. Trainers willen, iedereen is dit vak begonnen, spelers en trainers, omdat ze dat leuk vinden. Dus het moet, als het niet, op een gegeven moment als het niet meer leuk wordt, dan ben je misschien nog maar 99% of 98% en dat is te weinig. Alleen in een kleedlokaal is dat zo, alleen de spanningen nemen rond wedstrijddagen denk ik iets meer toe dan misschien een aantal jaren geleden, omdat ja, van alle kanten krijgen spelers informatie op social media. Dus die, ja, die daaraan meedoen, die lezen wat andere mensen over hun vinden als voetballer, ook over privézaken hebben ze vaak een mening. Dus maar het trainen een hele week en zo, dat is denk ik nog steeds hetzelfde als in onze goede oude tijd, zeg maar. Maar ja, sommige dingen veranderen wel. Maar ik vind ook, Stan, als je bij wijze van spreken dat plezier probeert erin te leggen, ja, naar een groep toe, ja, dat je dan ook dat plezier terug moet kunnen zien, ja, van de spelersgroep uit. En daar horen ook teleurstellingen bij. Kijk, en met die teleurstellingen om te gaan, laat nogmaals, dat moet je leren. Ja, en de een die heeft dat van jeugd af aan, ja, omdat die bij wijze van spreken vanuit de jeugd niet zo rijk opgegroeid is, bij wijze van spreken. Ja, maar die doen dan in de jeugd al zoveel ervaring op in zijn teleurstelling, dat ze een basis hebben, waardoor dat ze bij wijze van spreken bepaalde stappen al kunnen maken. Ja, en een ander, die moet de teleurstellingen nog oplopen. Ja, die wat bij wijze van spreken een probleemloze jeugd gehad heeft, ja, en die opgegroeid is met heel veel succes, ja, die moet ook wel eens tegen een teleurstelling aanlopen om weer daarvan te leren. Ja, en er zijn erbij, ja, die hebben die teleurstellingen niet nodig. Ja, perfect, fantastisch. Het is ook zo dat je bij wijze van spreken de spelers op een veel betere manier, ja, zich voorbereiden op een seizoen, op wedstrijden, op trainingen. De voeding is totaal anders dan wat wij gedaan hebben, bij wijze van spreken. Dus die spelers die worden veel professioneler opgeleid dan dat vroeger was. Ja, en daarom denk ik dat die houdbaarheid juist wat langer doorgaat. Ja, en daar bedoel ik mee te zeggen dat spelers fitter blijven door het goede eten, ja, de voedingen die wat ze tot zich nemen, de rust wat ze nemen. Ja, dat wordt allemaal op iedere speler individueel uitgebalanceerd door de mensen die hulpmiddelen hebben. En daarom denk ik dat er spelers, en nogmaals, ik heb het ook al gezegd, ervaring is een rijkdom. Ja, als je dan fit kunt blijven als 35-jarige en je kunt bij wijze van spreken die ervaring wat je hebt in een team brengen, dan denk dat iedere trainer daarvoor open staat om zo'n speler in je selectie te houden. Nou ja, nee, maar Ibrahimovic, maar die gaat richting de 40. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de spelers van nu, zeg maar, veel meer wedstrijden spelen dan toen wij spelers waren. Wie toen jij trainer was. Want vroeger speelde je Europa Cup 1 en als je de pech had bij de loting, dan speelde je 2 wedstrijden. Ja. En nu spelen ze soms 10, 15 Champions League wedstrijden. En ook de Interland zijn veel meer. Nee, maar dit is ook zo. Dus maar daarom heb je ook grotere selecties staan. Daarom heb je ook, bij wijze van spreken, die druk weer in een selectie. Ja, als je met 25, 30 man, wat jij al zei, je hebt bij wijze van spreken vroeger 17 gelijkwaardigen. En dan moest je het met die 17, 18 man moest je het doen. Ja? Dus daar was niet die concurrentie. Maar nu kun je wel zeggen, en dat gebeurt ook vaak, dat er spelers met lichtere blessures, die worden aan de kant gehouden. Wij, daar kijk ik naar mezelf, ik liet de ploeg niet in de steek. He, want ja, ze kunnen nu zien als een speler in het rood is. He, nou, dan wordt hij er afgehaald. Ja. Ja, niet om stoer te doen, maar wij zaten vroeger ook vaak in het rond. Jij vaak. Dat dacht ik ook. We zijn allebei een beetje kraakte voetballers. Ja, inderdaad. Maar
als ze ons er toen af hadden gehaald, dan waren we kwaad geworden. Ja, natuurlijk. Dan was ik boos geworden, want ik kan nog wel voetballen. Nee, maar zitten we nog... Heeft ook met de trainingstoestanden te maken, Stan. Want ze trainen ook, bij wijze van spreken, met de gebruikte technieken. Ja? Daar trainen ze ook mee. Dus op een gegeven moment, als jij in een training in dat rooiere bereik komt... Ja, dan krijg je een seintje, ja, van buitenaf. En dan moet die speler misschien... Even rustig aan. Uitlopen of wat dan ook, bij wijze van spreken. Maar het is ook wel eens een keer goed om even in het rooien te komen. Ja? Dus, maar dat is... Maar zou dat aan ieder, ja? Aan een ieder is dat weer. Hoe gaat de een ermee om en hoe gaat de ander ermee om? Dus dat is toch... verschillend. Ik zou zeggen van we bekijken even, dat hoort erbij, bij wijze van spreken. Maar er zijn ook spelers die daarna luisteren. Ja, en dan voorzichtig zijn, bij wijze van spreken. Ja, de hoofdtrainer wordt nerveus als de inspanningsfysioloog zegt, hij zit in het rood, dan wordt de hoofdtrainer nerveus. Ja. Nou, ja. Vroeger wist je niet of je in het rood zat of niet. En dan werkt het vaak op het gevoel van de trainer en assistent natuurlijk. Tuurlijk. Maar daar, ja. Ik ben eigenlijk benieuwd, want ik weet niet of daar ook onderzoek naar gedaan wordt. Als je in het rood zit, kun je dan doorspelen of niet? Ik denk het wel, maar dat is afhankelijk van de persoon zelf. Ja? Ik denk dat dat voor ieder individu anders is. Ja? Maar hoe ga je dat meten? Dat is toch niet gemeten? Stan, ik denk dat ze ook daarin meten... Kijk, als ze bij wijze van spreken hoort... dat er een keeper naar reactievermogen of strafschoppen stoppen of noem maar op getest wordt, dan zullen ze die spelers toch ook wel testen naar andere kwaliteiten. Ja? Dus bij wijze van spreken reactievermogen van een speler, noem maar op, daar zullen ze ook wel gegevens voor hebben. Ja? Dat ze weten, kan hij dit, kan hij dat. Richting de voorbereiding na een wedstrijd toe is wel giga anders dan zeg maar, toen ik in 94 op de WK speelde of daarna nog. Want nu krijgen de spelers individuele filmpjes zien van een directe tegenstander. Vroeger, in onze tijd, Huub, toen kreeg je een kwartiertje beelden te zien en de rest op een bord alles opgeschreven. Ja. En moest je zelf uitzoeken, bij wijze van spreken. Ja, dus in dat opzicht, ze weten alles van de tegenstander qua fitheid, qua systemen. Dus alle goede, alle sterke punten en alle mindere punten. Er wordt nu heel veel meer aandacht aan geschonken. En in dat opzicht, soms denk ik, is het niet te veel informatie, want ze moeten met zoveel dingen, ze krijgen zoveel informatie, normaal doet de hoofdtrainer dat, maar nu die assistent die doet de spelafvattingen, die assistent doet dit, die doet dat, dus daardoor, je krijgt zelf ook de informatie. Als speler zijn. Je krijgt ook te horen hoeveel dat je gelopen hebt, hoeveel sprints dat je gemaakt hebt, hoe je gereageerd hebt, want dat laten ze je dan zien in bepaalde situaties. Ja. Je krijgt ontzettend veel informatie. Ja. Dat kan ook wel eens te veel zijn.